seconden weg kan trekken of zo. Dat zou okay, echt kijk, vet zijn. Ik hoop dat hier twee uitgaan. Okay. Nu gaat het kut worden. Ik zie een gat, ik duik erin. Nou, ik weet niet wat ik moet doen. Je zegt maar dat ik dit goed is. Wegrijden. Ja, maar soft meer of soft hard. Dat is niet goed. P1. Ik heb nu soft medium staan. P4. Ik ga soft medium doen. Als het lukt. Succes, kiddo's. Yo. Succes, jongens. Ik weet nog niet wat ik ga doen voor strategie. De Leroy er wat denken deze gasten? Wat een Leroy heeft. De vrouwen denken Leroy. Allebei dat het een slim plan is om side to side te gaan door de S is. Leroy is niet het gras. Ja. Wat met jouw P5? Net omheen. Ik doe de kaart een klein beetje van de baan, want maar we gingen drie breken ja. In de S's. Jij kan ons heel erg gaan helpen. Oké. Ik heb nu al warning door de dirty air. Holy shit, I'm making nice stop. Dit lekker gelijk van te creëren. Om half seconden. Nee, ik zit al wel. Oh mijn god. Ja, nu komt Leroy. Kom, maak niks. Ja, tik na nu ook gek. Ik glijd bijna de pit in uur en ik tier je ring. Het duurt hier erg niet normaal. Ik weet het. Ook om check 1 door te komen, dat doe ik helemaal. Mm-hmm. Ja, ik ben onder het probleem van zijn muziek. Er zit iemand ook achter die dat nog erg heeft. De Mercedes kan helemaal niet meer. Hier is de af, is het rond? Dan ga ik er nog voorbij. Denk ik. Er af is. Kaya zit heel erg te pushen. Vissen S's, dat is wel. Come on, Chewie, je kan het. Twee seconden weg. Pak mij hier rustig steeds. Nu als je dat doet, dan moet je het jakker hier doen. Ja, dat doe ik. Twee warnings, fuck me up. Wanneer de motor nu al aan het overwieten. Ja. Cool. In ieder geval, je kan ook van de baan. Ja, dat deed je voor mij, ja. Ja, Leroy is echt beledigd. Getriggerd door Onno, denk ik. Die gaat hetzelfde doen met Onno, hoor. Zet hem op. Zal ik even kijken of die getriggerd is? Kan of dat terug luisteren. Doe maar. Al kijken. Stel nog eens bij elkaar in de party. Ja. Hoe acht je deel hebben we hier? In Singapore was het al hel. Ja, maar toen zat ik lekker aan de party. Leroy heeft minder weer. Leroy heeft een compact. Ik twee. De eerste bocht dan. 0. 13-1-30R. Ik schijnt volledig uit te laten, maar ik blijf zo.
echt, jongen, normaal. Ja, pas als die banden ouder worden. Ja, maar we duren heel snel dit, moet ik zeggen. Ja. Dat bedoel ik, dat de banden er heel snel aangaan, dat bedoel ik. Ja. Ik heb dit hier, mijn stuur wordt in geen lichtjaren. Tweeënhalf seconden weg bij Oman. Ze zijn redelijk al. Hoeveel eerder is het hier, hoor? 12. Ik heb 40. 60. Ik heb 70. Ik kom nu nee, ook 40. Ik kom nu 80. Gewoon stuur niet goed in vibraties. Ja, ik heb gewoon niks van vibraties. Dus ik voel niet dat ik overstuur heb. Oh, dat is goed. Dat is ook heel hard in het leven. Het komt met Dunlop, heb ik er veel last van. Hier duidelijk last van. Ik nog altijd goed bij nog. Ze zijn redelijk kalm, hè. Eigenlijk ook goed. Hoeveel zijn jouw banden, Tju? Oké. 29. Mijn ook. Maar nu 33 voor. Ik voel me verleerd. Weet ik niet. Oh ja, mijn is ook 33. Laat maar, Frank. Sprenkel, weet je wel. 2,5. Sven, 3 seconden. Nee, dit kan niet gelijk, waardoor die hier is afdikt. Wat dan? Omdat zij dat niet gelijk, waardoor die hier is afdikt. Ja. Dat is daardoor van. En nu ook gebeurd? Ik denk hier ook even aan het concentreren is. Ja, lastig. Zou je dan eventjes KF Stream kunnen kijken waar je vanaf de start wat hij daar zegt? Zeg maar bij, in de S's daar zo, want ik zoom daar een klein beetje naar buiten, omdat ik Sven ook nog van de binnenkant krijg en die auto kan niet verder insturen. Zij stuurt niet verder en ik kon ook niet verder sturen door ruimte. Lekker man. 2,8 weg bijna. Lekker man. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Dat doe ik van de overwinning. Kom aan Leroy. 40% nu heeft. Nee, ik denk. 40? Ja. Banden wordt mij 36. Zijn niks speciaals aan mijn Jezus. Ja, als jij vanaf zijn beeld ziet, denk je dat ik er wat aan kan doen? Ja, you know, maar eerst stinkt het altijd slecht. Nee, hij is ongelijk. Mijn stuur wordt nu ook leeg. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, want het is daar zo hobbelig dat ook, of je hem nou raakt of niet, je stuur stuivert sowieso. Ik dacht van ja, ik weet niet of ik hem überhaupt heb geraakt, want dat voel je daar gewoon niet met deel te veel. Ik heb hem niet geraakt. Oké, mooi zo. Nou, close the gap een beetje. 2,5 seconden. Op onze tip snap ik ook wel de reactie van Sven erop door mij volledig dan af te snijden in de, daarna. Alleen voor de wou om daar in te halen vanaf denk ik na. Maar goed. Ieder geval. Nou, meer worden beter. Ja.
Maar Leroy zit nu ook in zijn rug. Kan je maar even doen als stream? Ja, als hem in. Ja, kan je ook 3 seconden. Ja, kan je. Ja. Lekker. Het is Leroy te voelen. Hij is wel op SOS alleen. Ja, nu gaat hij hem opbouwen. Dat is mooi. En onder zijn beentjes gaan steken. Zo. Sos zit ook aan het einde, hè? Nog 3 rondes. Dat dit in de ogen. Jongens, voor deze moet ik heb een mooie. Ik denk voor jullie en hebben wij de moeite om spieren van. Graag. Ja, mijn banden zijn nu 47. Graag is er bij 52. Maar 51. Ik heb 52 links. Ik heb geen banden 7. Ik heb 47. Moet ik doen? Moet ik naar de hards gaan of moet ik naar de wie? Ja, dat is dus mijn vraag ook. Maar mijn pees is niet verkeerd, alleen. Man, daar ben ik een beetje bang voor. Sven is naar binnen. Die gaat er heel vroeg. Nee, ik ga naar de hards. Dat gaat heel kut hoor. Half 10. Kut, maar ik kan niet lap 9. Dan moet hij bijvoorbeeld op die soft hard strategie. Corsair ook. Is McLaren ook? Nee, is geen proef hoor. Het is nog 1 eraf, dus sector 1 en 3. 3.1 is nu. Zou ik mediums doen? Dan moet je naar binnen. Ga dan ook. Ja, denk ik dat. Laat ik mediums doen, want dan kan Hugh. Ja, hards kan sowieso. Nee, hard lukken. Ja. Als je daar de pace hebt. Dan moet nu hard. Als je denkt dat je de pace hebt erop, dan moet je dat doen. Ja, dat zeg ik alleen. Ik denk dat medium ziet haalt. Dan ben ik maar naar het klap aan het krijgen. Voor mij hard. Ik kom terug 11e, is dat het verkeerd? Dus ik heb Adam. Ik ga pitten. Nu al? Ja, dan ga ik zeker dan. Ja. Oké. Als ik 2 laps doorrijd, heb ik klap al. Ja, ik ga gewoon fuck it. Ik blijf gewoon rijden 2 rondes nog. Twee. Ja. We hebben elkaar DRS. Onno en Leroy gaan fight in bocht 1 waarschijnlijk. Wat dat gaat jou op onweer ook, jongen. Dat gaat. Hoeke, wat gebeurt er daar? Onno is er voorbij. Nou, Leroy heeft wel een klein beetje tijd gewonnen. Yes, ze komt voor op Jorren. Hij kan me niet naaien. Je dacht aan mij of gaan er heel veel mensen nu naar binnen voor hard? Ja, joh. Alleen Kaya en nee. Nee, heel veel. Volgens mij. Tim, Sven zat ook al. Ik lig nu 14. Als ik nu pit, krijgen ze maar dubbelstack niet goed? Dus? Nee, kan nu. Omdat het ontlaag is. Ga je hard dan? Nee, niet. Oh, dat gaat heel krap worden. Dan zou ik lap 10 gaan, ja. Mier gaat heel krap worden. Ik heb dat één keer gedaan. Ik niet. Oh, ik had Adana rijdt wel voor, maar dat is wel kut. Ja. Kijk wat Mercedes doet. Adana rijdt voor me. Ja, maar hun gaat lap 10 mediums en Onno gaat door, want hij rijdt niet mediums. Oké, ik heb Thomas. Kijk, ik rijd 1 lap op hard, moet je blazen zijn al uit. En nu naar hard. Weet ik niet. Nee, ik weet niet. Sector 1, is weer wietsen. Ja. Oké, die gaat lekker, die wietsen, zeg. Yo, mijn vibraties zijn er nu weer uit, na 1 ronde rijden. En dan zeggen, ja, als oefen kom ik wel Red Bull. Ja, dan gaan we naar Red Bull. Kunnen we minimaal stappen doen? Sorry, ja. Water niet onnodig is. Ja, sorry. Ik
Milan. Shot. Ik lig 12. Ik ben even Koen en Thomas voorbij gegaan in Eende. Achter Adanen. Hij zit met Liron onder in het podium. Wie? Adana. Oh, Tony. Zo, dat nood in het podium. Ik kan niet verstaan zo. Oh, niks. Yes. Nice. Laat hier ervan. Ja. Leroy naar mediums. Ja, is logisch. Luka naar mediums. Logisch. Tip naar mediums. Nee, ik denk niet. Ties. Zat al. Nee, Ties zat al mediums. Hier. Kom kut. 5 seconden achter. Wanneer rij je wel mediums nu? Maar jij gaat het eind van de race. Nee, Luka. Wat gebeurde er? Oude shots. Moet ik eens spin? Ja, ik wist auto en nu heb ik het hoofdje. Ik zit achter Bjorn. Slaas. Nee, maar dan is hij er denk ik voorbij. Oh, dat is wel een goede push. Brent druk me van de baan. Ja, dat zijn we. Tim is dirty, ik niet. Hoe lang duurt de pit? Bijna fucking hell. Oh, ik heb één warning nu. Hoor ik voor jouw informatie, Bjorn komt van achter het bed redelijk inlopen. Okay. Welke band? Mediums. Okay. Moet ik snel van sluis voorbij? Heb je al gepit of niet? Nee, medium zo heet die. Is die opgestart. Nee. En Adan ook. Tiesje, what the fuck doe jij? Je gaat verdedigen as fuck. Ja, zo ik was misschien voor de titel, voor een race aan het strijden en hij zit lekker met zijn bolle knophoofd.
zit hier net voor 2 seconden op leren. Ik ben 2 seconden op leren verloren. Triest. Ik vier. Ja, maar hij wil gewoon dat hij nog voor ons gaat doen met softs halen. Nee joh, dit is niet goed. Hij laat me er niet voorbij. Hij pusht alles. What the fuck it man. Dit is ongelofelijk. Ja, de pauper tyfus. Persanen. Nee. Ja. Oh. Homo, wat een klon. Straight line. Okay, go ahead. Wat deed hij, breedzak of zo? Nee. Hij stuurt gewoon in. Wat het was een laag poort, hè? Ja, kaart de tyfus man. Kijk, zie je wel wat heb je ermee doet? Godverdomme. Pauperties. Ja, oké, maar ik kan me wel voorbij laten. Dus de volgende overwinning te vechten en dan gaat hij me even naaien. Lekker man. Lekker man. Ook een goed race, hè? Een vis. Ja, ik ben een beetje gelijk met de keer van Leroy. Dat is heel kut, want dat had ik ook gewoon gehad als ik deze DRS had. Langs. Je moet Leroy opgehouden. Maar die heeft tenminste power, die Leroy. Die kan er wel voorbij, hè? Nee. Dat Brendo, die was. Mijn schuld op de groep, Johan. Ja, die verzorgen. Die zat rustig derde, die kan er wel gewoon normaal voorbij. Godverdomme man. Oh, mooi jongen die Renault's. Hoeveel schade heb je? Licht, geel. Amper die S's nemen man. Ja, dat is echt cool. Dunlop kan niet eens half verlet nemen, zeg maar half gas. Domme man. Laat hem nog wel langs.
Maar dat doe je dan toch niet bij mij? Wie laat hij er langs? Hij laat hem er ook langs. Wacht, Conor of Leroy? Ja, weet je rent binnen. Hij weet dat je moet met onder anders afrijdt. Letterlijk. Triest, zeg Ties. Zo tactisch is, houdt hij mij in zijn DRS, zodat ik onder kan verdedigen, hè, Liro? Nou, waarom kan ik wel even naar de rem buiten? Dat ik dwars houd. Dit is gewoon voor alles. Tactisch bent, Leroy. Leroy, oh mijn god, wat doe je nou? Ik ga ook wegrijden, die bij onder. Ja, maar hij weet dat... Hij weet dat als hij me nu in zijn DRS houdt, kan ik Leroy verdedigen, nee, onder verdedigen. Ja, maar snap je wel, hij weet niet dat je schade hebt, hè? Zo. Oh, crash. In Dunlo. 70k. Brett is binden. Harde crash? Harde crash? Nee, ik ga er weer. Tyfus. Schade had, jongen. Echt, jongen, dan had ik zo. Had ik hem waarschijnlijk gewonnen. En dat durf ik gewoon best voor zekerheid te zeggen. Want had ik. Besef waar ik was geweest, waarschijnlijk op het podium als ik niet lastig had gezien. Nu, Jan. Nou, heb onder je dan wel wat ingehaald. Dat is nu aan beter met die, hoor. Denk je? Nee, het is echt. Ik leef constant hetzelfde en daarvoor zat ik ook het even. Tiefes. En dan haalde waarschijnlijk niet. Robin, hoe procent zijn jouw banden? 35. Oké, okay, mijn 29. Leroy, oh man. Ah, je snapt het niet. Wees tactisch. Misschien als hij een pijl te pakken, dan is het wel kaasje. Als Leroy een pijl te pakken? Oh, ze zijn in de pitch. Die tijd is oké. Ja. Nee, ik krijg geen melding van, maar ik heb er anders van. Ik krijg het ook nog. Ik heb ook geen melding. Let op die ook in die website. Wait a minute. Nee, bunk.
Ja. Zijn probleem. Ga je dat doen, Lucas? Hoezo? Ik probeer de tweede bocht even in te remmen. Ah, ja, ja, hij probeert de tweede bocht even in één keer te diven. Maar dat is niet mijn probleem, dat mag hij zelf weten. En ik neem gewoon mijn lijn. Die in de S in de halen. Naar de tweede bocht. Ja, ik zat al in te sturen eigenlijk. Oh, bocht 2 echt gewoon. Ja, bocht 2 was het. Oh, ja. Ik stuurde niet eens bocht 1, zat hij nog lang niet naast. En toen stuurde ik gewoon al in en toen hing ik gewoon. Nou, als hij er dan tussen duikt, dan verlies je van ding. Niet mijn probleem. Hij verloor een pijn. Nee, daarom. Had hij het gerend? Heel graag. Dat is wel leuk als hij niet remt. Ze zijn nu 38. Nee, maar hij remde nog extra bij. Ja, ja. Wat zijn jouw banden? Wacht even, kijk rustig. Nee. Rij nog rond 10 mee, dus zo'n 3,5% rond. Ja, precies even lang. Waarom? Als ik geschadigd, jongen, had ik gewoon gewonnen. Denk ik. Zou ik close zijn geweest? Nee, dat had ik gewonnen. Ja, niet per se close, maar dit is bij. Ik ben wel gewoon vierde, dus gewoon netjes. Spinnen doe je niet expres hoor. Derde, zo is het. Kan ook alweer. Maar de volgende keer spin moet je even Mercedes meenemen. Ja, ja, zoals ik deed in België bijvoorbeeld. Nee, gewoon allebei, zodat we nog even zo'n twee keer podium kan pakken. Tim, ik ga gewoon proberen het in te halen, maar zou je nog geen DRS gaan. Ja, maar ik ga wel verdedigen, want mijn hart worden zo beter. Mijn hart worden straks beter, dus ik ga wel gewoon verdedigen, als je het snapt. Hey. Want dan, straks, Mark, kan ik weer. Race? Wat? Jullie mogen racen, maar net als je niet op elkaar. In de kilocar, zoals de zee is, de kaal van het houden. Dan heb je een slecht. Kom. Kun je überhaupt als je me wel kan aanvallen, want straks wil mijn hart ook beter. Er zit al een wiet achter. Welke band? Op een slos, 2 lap. Maar die heb ik strak 9. Maar wanneer worden rond de 6 misschien? Dat zijn die bij jou tegen. Even kijken. Herpuntje door. 40. Zo van 6%. Wat dan? Zo van 6%. Hoeveel heb jij dan? 46. Echt? Maar je zei 60. Kijk, ik heb 48, hè? Nee, ik zei zo worden 60. Oh, nou, maar het zijn 48. Wie ze wil ze zelf inleppen? Maar ik doe ze ding. Nou, oude schade. Wat ben je? Ik ga rit hoor, als ik nog wat zat van te krijgen, is ik bijna een dier. Ik ga denk ik klappen, krijg ik heb 50%. 50%? Ja. Ik heb 45. En ben eerder gegaan. Goed man. Ik weet niet wat iets aan doen is. Maar dat is een wel voor mij hoor. Ik zou ook gaan
heeft jou de DRS zeker? Robby mag je er ook bij zijn, dan zou ik grap staan. Tweede roze Mercedes, een ketje per brand. Fietsen, ga maar voorbij dan. Hier, kom op. Of niet, als je nu voorbij gaat, dan kan je de tientjes maken. Of nu, of niet, of nooit. Ga er voorbij. Ayla houdt zich in. Ja. Dat is lekker. Fout zo verloren, maar ja. Ben je rest hier nog aan, Nieuwke? Jij. 20. Ah. Ding 11. Zijn ze jouw banden? Ja, zeker. Zijn jouw banden beter, kan ik je vertellen? Ja? 59, ik moet veel meer sturen dan die van Wim. 60, oeh, dit gaat close worden. Ja, man, dan gaan we. Dat moet ik denk ik wel bij deze twee chicane doen. Nee, kut. Schrok van, ik dacht dat het een Mercedes was. Caution, caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens.
en een Red Bull in gevecht. En een Mercedes. Een Mercedes zit inderdaad ook wel in vaker. Het is wel mooi, 1, 2, 3 Mercedes dan. 3 4, Red Bull 5, 6. Heel mooi. Brent en Björn moet testen. Ziet je schuiven dan. Onno zit echt op de start van die hoor. Die genoeg. Gaat nog leuk worden. Nee, dat is het niet. Hij had het niet. Lira is gewonnen. Ja, Lira. Ja. Dat zal de laatste lap zijn. Dan ben ik ook wel leuk. Nog één lap en hij is uit. Kun je hier hoeken? Ah, what the fuck man. Hoe dan? Fuck, ik heb er zo VRS over. Echt, ik ben zo fucking klaar met dit spel. Dit is zulke bullshit. Geen offense naar jou. Sorry. Het is toch fucking bullshit. Hoe een kutknop op mijn 230 euro type stuur meer kracht heeft dan een fucking achtervleugel die open gaat. Bullshit. Jullie is er ook klaar mee. Ik maak er niet van. Oh, ik ga die overtikken, man. Het is zo oneerlijk. Fuck, wie is er helemaal laat voor? Wiets is echt, echt dramatisch hebben om die overal twee kreffingen te wonnen. Wie? Als Wiets overal twee kreffingen te wonnen. Fucking overtekend, man. Zo'n scam. Heb ik. Nee, mijn AI heeft nog geen klap, man. Maximaliseerd. Poeh. Meer zat er niet in. Maar dit is ook zo. Bjorn, 12-13 over Tauri is prima. Gewoon. Nou joh, Alfa Tauri hoort geen punten te pakken. Oh. Wat een race. Tjoe. Hey Tim. Als ik in de zwembad zou springen, zou ik nog droog zijn. Doe je even de Costa na. Dit weekend. Formule 1. Ik dacht ook te laat in het zwembad springen. Mijn hol van Ties, jongen. Stim. Nou. Doe even Damon de bericht sturen dat hij party moet joinen. Want hij joint ook de zwembad. Zeker, Sharon DRS, wat een meme. Oh. Zo slecht tegen grote masters. Zo slecht tegen. Ik kan net zo goed fucking DRS weghalen uit het spel, want ik moet even een kopje zetten. Ties! Oh, reporten. Kut, Ties! Oh, god. Maar ik had gelukkig geen overpeesje. Gelukkig niet. Maar een klein beetje. Ik reken maar 3 seconden per ronde uit, maar dat is maar dat zijn ding. Maar je komt zo meteen. Ik had het gewoon durven te kwellen. Ik reed het gewoon de hele tijd, kreeg hele goede pace en op zich van Leroy. Tot ik schade kreeg, goal. Volgens mij had ik 70% op het einde, dus het ging echt net. Ik moest zelfs tijd op Leroy sommige punten. Nou, hier Brandy, dikke mokken.